ja, wat zien we daar ook staan? Ja, jullie zien het goed. Welkom bij deze gloednieuwe buikwandcorrectie deel 3 alweer. Ja, welkom. Het is nu vandaag 13 oktober 2018 om 15:31, dus net 4:30 geweest. Ja, zoals jullie weten in mijn vorige, heb ik dus, als jullie deze al hebben, als jullie deze zien, heb ik dus al mijn buikbandcorrectie gehad. Ja, heb ik hem al gehad. Maar ik neem jullie dus in deze hele proces weer mee, dus ook naar het ziekenhuis, et cetera. Dus ja. Dus ik heb al mijn tas al klaar liggen hier ook. Ik moet eventjes van de week even samen met Ro even laten zien wat ik allemaal in heb. Misschien dat we dat morgen zo doen of zo. Of vanavond moet ik even kijken. Maar we gaan sowieso vandaag even naar het ziekenhuis. Ik zeg niet welk ziekenhuis, want dat is ook gewoon eventjes voor mij privé. Maar misschien dat we een stukje een beetje kunnen laten zien. Maar dan doe ik dat eventjes in mijn telefoon. 10:05. Ik heb mijn telefoon weer gelegd worden. 10:05. Help je me even herinneren? We zitten nou hier lekker op de vlonder. Dus op een bouwtje op de vlonder. Op met deze Caselli. Baatziekenhuis. Ja, is leuk. Hoe voel jij het? Want we mochten niet in de afdeling op, maar we mochten wel even kijken. Kleur oranje, is leuk. Eerste verdieping. Eerste verdieping oranje, is mooi. Mooie en kleur. Ik heb waarschijnlijk zicht of op de tuin of op de? De parking, volgens mij. Parkeerplaats. Ja. Maar hoe voel jij het? En dat vrouwtje en bij de balie? Nou, eerst was het een beetje zo, wat komen jullie eigenlijk doen? En daarna was het heel uitzendvriendelijk uitleg geven hoe en wat. Ja. Over hoe de procedure was van de afdeling en overzicht, et cetera. Ja. Maar het was vriendelijk. Mooi. Maar ze was eerst een beetje en toen zei je net tegen mij, ja, maar ze ontdooide wel snel. Ja, klopt. En wat bedoel je daarmee? Nou, eerst was het een beetje ijsblok, daar kom je niet doorheen. En daarna was het een warme persoonlijkheid. En dat vond jij wel prettig? Ja. Dus je zou bijna eigenlijk een relatie met haar gaan? Nou, dat ook niet. Niet? Is toch nee, leuk? Toch, maar niet. Nou. Eén is genoeg. Ben ik er één dan? Je bent de één. De one. Oeh, spannend. Ik hou ook totaal niet van jou, hoor. Dat scheelt, ja. Nee, ik hou echt niet van hem. Ik hou wel van chocola. Ook niet. Nee? Nee. Jammer. Zo, kan ik best dat zien. Scheelt weer. En die toppies, die moet ook vrijdag eruit. Ja. Eigenlijk donderdag al. En mijn nagels moeten ook een stuk korter. Heel stukken. Beste kijkers van mijn dagboek buikwandcorrectie. Ja, het is vandaag 15 oktober 2018. Het is nou net 6:56. Ja, de buikband die ik nu nog heb, die moeten we even vandaag ruilen. Want als ik geopereerd ben, is hij veel te groot. Daar zijn we inderdaad achter gekomen. Waar ik al, nou ja, dat wist ik al wel, maar... Daar zijn we gisteravond vannacht unaniem over eens geworden. Ja, toch? Ja. Ja, dus we gaan die vandaag even ruilen voor een maatje. Kleiner, 1 of 2. Maar moeten we even kijken. Dus, want ook, ja, dat is gewoon wat slimmer. Want nu is hij te groot. Dus, ja. Dus... Ja, dus na school gaan we die even ruilen. Zo, nou, wij zijn dus eventjes bij de thuiszorgwinkel geweest. Ja. Yep. We hadden dus een maatje 5, maar die is toch sowieso te groot. Dus we hebben nou een maatje 4. Yep, een maatje 4, die staat aan de onderkant. Kijk, wanneer zeggen? Een maatje 4 hebben we nu. Dus ja. Dan hoop ik en dat wel past na de operatie, want die andere was veel te groot. Wij hebben dus die buikband gekocht. Ja, en die gaat de Ro dus nu eigenlijk even demonstreren op een afstandje hoe die om moet. Dus ga je ook zo'n operatie, dan weet je gelijk hoe die om moet. Ook altijd handig. Zo.
Ja, je kan hem zo doen. Even kijken. Waar die dingetjes zitten. Ja, die zit goed. Je kan hem dus zo doen, inderdaad. Ik moet eventjes... Die, wow, zo. Hoe zit dat? Zo, die zit wel even een heel stuk beter. Heel gek. Oh, even helemaal niks. Kijk, je ziet in één keer helemaal niets meer. Even kijken, want ik kon nooit dit doen, zeg maar. En nu kan ik dit doen. Om daarheen. En er ruimte over ook. Kan niet. Ik kan tot hier komen, zo'n beetje. Nou, grappig. Maar jij vindt het lekker zitten? Ja. Dan wil je hem ook even nog even aan de andere kant even doen. Yep. Oh, halt. Mag ik eerst een beetje mijn broek even... Kijk, dan, kijk wat je even kan doen, dat is even hem even laten even ronddraaien. Ja. Pakken. Want hoe je hem dus nou hebt gedaan, vastzetten aan de achterkant. Ja, het zit dus dubbel vast. Dat laten we zo meteen aan de voorkant zien. Hier zit een extra spanband, daar zit een extra spanband. Die zit hier, is de eigen band. Dat zal ik zo laten zien. En dit zijn baleinen, geloof ik. Ja. Dus ik zal het even doen. Oh. Ja, wat je dus nou gaat doen om los te maken. Dat is eerst de extra spanband los. Die zit er daar niet vast. Ook weer los. Daar. En dan komt het dus even tegen. Ja, ademhalen. Zo, echt hè? Oké, nou ga je hem dus weer aan die kant doen. Dan moet ik in mijn linkerhand gaan. Dit links houden, het labeltje, handvat, links houden. Ja, maar ik zit even te controleren, dat weet je, want je zegt gewoon nu links. Ik ga nu links gaan, of naar voren achter staan. Ja, oké. Okay. Want zo had je hem net. Ja. Dus dubbel om. Hallo! Even een beetje... beetje weerstand bieden. Ja. Kijk, maar zie je wat nou gebeurt? Ik zie dat het weggeduwd wordt. Ja. Kijk, en dan wordt dit dus allemaal weggeduwd. Daar gaan zetten af van. De extra spanband, ik weet niet of je dat kunnen zien. Die komt dus hier te zitten. En die komt daar overheen. Kijk, maar nu zie je dus het verschil. Ja. Dus zo word je. En dit wordt dan... Nee, weg. Ja, maar nu zie je dus het verschil. Nu zie je het verschil als je het dus aan de achterkant aan die kant vast hebt. Ja, hier zit het dus gewoon normaal. Die in die belijnen. Alleen, luister, wat ik dus wil zeggen. Nu zie je dus het verschil, omdat ik dus nog niet ben geopereerd. Zie je dus nu het verschil. Hier zit dus die belijnen. En dan gebeurt er dus dit. En als je het dus gewoon weer eigenlijk op en op, net zoals normaal deed, dus net, vast doen aan de achterkant. Ja, dat maakt even niet uit. Plof, hier. Even een beetje lager, hier. Ach, dat is voor mij, dus je maakt het vast. Ja, dat weet ik wel, Ro, maar... Beter kijken, of niet. Zo, nu zie je dus dat het hier ook wel nog een stukje zit. En hier ook wel, maar het is minder. En hier is ook nog wel een beetje vet, maar dat heb ik dus straks niet meer. Dus, ik ben blij dat ik toch wel eventjes een maatje kleiner heb gehaald. Het is wel moeilijker aanbrengen nu. Ja. Hallo, hier ook, kook. Als het allemaal weg is. Pak eens eventjes in die camera, dan kan je dit laten zien. Nu krijg je daar wat... ruimte tussen. Dus je broekband. Hier is een vuistruimte tussen. Nee, gewoon even handen.
Handen, vuistruimte. Ja. Hand. Hand, ja. Hand. Er kan dus in principe nog een hand ertussen. Ja, er is genoeg ruimte. Yep. En dan zou het dus heel mooi... Ja! Goedemorgen, lieve buikwand... correctie, dagboek, buikwandcorrectie. Ik vind het even helemaal prima. Ja. Gisteravond, gistermiddag, ik was zo moe dat ik al... Ik had al 3 à 4 nachten gewoon... Heel slecht geslapen, gewoon zo wat eigenlijk niet. Nee. Ik heb het gewoon 5 uur zien worden en dan gaat je wekker gewoon weer om 8 uur. Nou, dat is gewoon niet te doen meer. Dus gisteren heb ik eventjes één tabletje van Oxazepam van 10 milligram ingenomen. Gisteren was ik ook heel duf, kan je hem navragen. Hij vond het bizar leuk. Heel bizar. Waarom? Nou, zo ben ik 's ochtends meestal zoals jij met het tabletje bent. Van, wat, hoe, Ja. Kun je erg lange verhalen houden, maar ik snap er toch niks van. Dus als ik een kort verhaal tegen jou en toen snap je het al niet. Ik denk, oké. Dat is ja, grappig. Ja, maar dat is gewoon een drugs wat je gewoon inneemt. Ja. Ja, en dat heb ik gewoon nodig om vooral een beetje rust te creëren in mijn hoofd. Want alle informatie die ik gewoon binnenkreeg, het was gewoon te veel. Een lepeltje tegen een kopje, er was gewoon te veel in mijn hoofd. Mijn hoofd die ontplofte gewoon zo wat eigenlijk uit elkaar. En dat is gewoon niet meer goed. En toen had ik zoiets van, ik neem hem gewoon in. En dat moet wel eventjes tegen de artsen vandaag gezegd worden. Ook altijd handig, want stel ik moet vrijdag bloed prikken. Het kan nog een klein spoor erin zitten. Dus het is wel weer handig. Ja, altijd handig. Dus ja, dat wou ik jullie nog even mededelen, maar dat ze, ik probeer ook een klein stukje van gisteren daarvan een beetje, dat jullie mij een beetje donker zien, om het zo maar te zeggen, gestoond, een beetje in het dagboek te verwerken. Ja, dat probeer ik ook nog even. Goedemiddag allemaal, het is nu net 3:30 geweest. Ja, yeah. Update voor 19 oktober, over 2 dagen. Yep. Ja. Nou, woensdag. Morgen donderdag. Overmorgen vrijdag. Ah! Ja. Ziekenhuis heeft gebeld. Ja, maandag. Maandag, ja hoor. Vrijdag. Vrijdag. Jongen. Vrijdag. Ja. 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 Nee. Ze willen meer en meer liefde zien van ons. Ik heb nog een heleboel hartjes liggen in die doos. Ja, maar hier al liefde. Ja, liefde. Niet in mijn oog. Gek. Ja, maar jij rijdt weg. Nee, ja. Maar het ziekenhuis heeft gebeld. Vrijdag opname. 7 uur melden. En de buurman die brengt ons al om half 7 weg. Ja, half 7. 6:30 voor de leken onder ons. Scheelt weer. Yep. 0630. 6.30. Nee, 0.6.30. Ja, mag ook, ja. 5.0. Eikels, beukenootjes, kastanjes. Dat wordt ook heel vroeg opstaan. Dat wordt om 6 uur opstaan. En tot 5 uur mag je dat nog drinken. Dat wordt om 6 uur opstaan. Ja, nog heldere producten drinken. Dus ook bier. Vind ik heel raar. Maar goed, het zal wel. Dus dat wordt om 6 uur opstaan, vrijdag, heel vroeg voor hem. Maar dan kun je ook nog even daar naar huis, nog even misschien even liggen. Ik denk dat ik ga liggen dan. Natuurlijk. Dat hoeft toch helemaal niet, hè? Natuurlijk wel. Het is leuk. Goedemorgen allemaal, het is nu vandaag. Ja, jullie raden het al. Ja, en vandaag is de grote big day, het is vandaag dus... 19 oktober 2018. Ja, het is nu net 5:45 geweest in de ochtend en om 6:30 dan gaan we weg. Hé meisje. Dus ja, dan ben ik van deze hangbuikje hier ben ik af. Ja, ik heb gewoon een slip aan, dus
ben ik dus van dit hier allemaal af, 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 af. Ja, ben ik dus van dit af. Als ik er zit, heb ik dit dus. Ja. Precies. We wensen jullie dus heel veel kerstplezier. Goedemorgen, lieve, beste kijkers van mijn buik. Buikwandcorrectie, vertel me goed. Vandaag is het dus de grote big day. Ja, yeah, vandaag wel. Dus vandaag dus, 19 oktober 2018. Ja. Dat ik dus geopereerd ga worden. Hij hier, Ro, mijn aanstaande, gaat jullie meenemen in ons proces vandaag. Het is ook wel mijn proces, want ik word geopereerd. Maar hij heeft het behoorlijk zwaar. Voor de normale vlog en voor de buikwandcorrectie gaat hij jullie gewoon meenemen. Dus wat gezellig. Wat leuk. Dus steun hem een beetje. Het gaat ook wel goed komen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ook voor namens jullie, dat jullie hem gaan steunen. Ook al merkt hij er weinig van. Het is een beetje donker, dus mijn camera die heeft niet echt mij scherp te stellen. Nee, dus dat mag ik iedere keer gaan doen. Ook leuk. Yep. Dus, maar daar heb ik wel vertrouwen in. Dus ja. Dus hij gaat ook gewoon vloggen als ik dus naar de OK ga. Maar tot de deuren. Ja. Dat wil ik gewoon. Ja. Dus, en hij gaat nog eventjes ook nog vloggen, filmen, hoe mijn buik eruit ziet, zittend en liggend, et cetera. Als er wat iets wat meer licht is en misschien gewoon in het ziekenhuis wel. Dus dat is wel, denk ik, wat beter. Ja, komt ook helemaal goed, want hier is nou raar licht. Niet echt fijn, dus dat komt wel weer goed. Misschien dat we ook even kunnen vragen aan dokter Willems, dat als je mag filmen als je dus gaat tekenen. Een goeie, want hij gaat nog eens tekenen. Ja. Ja? Dat is een leuke, toch? Een goeie. Dat dacht ik. Dus, ik weet het niet of het mag, maar we gaan het wel vragen voor jullie. Maar ook een hele grote deel voor mij, want dit is gewoon wel een stuk afscheid pas daarna. Want ik zie het niet echt zelf. Ja, oké, ik voel het wel, maar... Ik moet, ja, net zoals met mijn maagverkleining heb ik het ook allemaal wel gefilmd. Maar niet zoals nu echt het ziekenhuis in, het ziekenhuis uit. En de operatie, nou ja, de operatie zelf mag je nooit op tv gebeurt. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dan is dat ook gewoon steriel, maar gemaakt. Dus we zullen het zien waar het schip strandt, toch schat? Ja. Je hebt het er moeilijk mee, hè? Nee hoor. Nee hoor, nee. Laat je gewoon je emoties tonen. Gewoon, als je het moeilijk hebt, gewoon ja zeggen. Want je hebt het moeilijk. En je hoeft je niet groot te houden. Mijn klap komt nog. Ik heb er nou nog niet zo heel veel last van. Vannacht wel eventjes, maar dat was ook met lopen meer. En gisterochtend. Dan moet ik eventjes in de wc. Dan zit ik weer aan de... Skateren. Ja, precies. Maar ja. Jullie zien ons straks weer. Doe het even zo. Ja, dan gaat het zo meteen wel. 83,5. Ja, in mijn slip en in mijn sport-BH. Kijk maar hoe ik sta. Kijk maar hoe ik sta. Yep. Dit is dus zometeen allemaal weg. Goedemorgen allemaal. Ja. Het is nu, hoe laat op jouw horloge? Bijna kwart. Bijna kwart voor zeven. Yep. De buurman heeft ons gebracht. Dankjewel. Buurman, yummy joh. Yep. Maar die jeep die zit wel lekker hoor trouwens. Huh? En de jeep die zit wel lekker hoor. Jeep? Huh? Jeep? Ja. Maar die kost een beetje veel. Och. Ja, echt hè? Precies. Dus ja, we hebben gewoon geduld. Precies. Ja toch? Ja.
Dus ja, we wachten het lekker af. Straks misschien wel meer. Tegen lactose. Dat kan ik echt niet hebben, want dat is sinds mijn maagverkleining. Lactose? Ja, en ook met kiwi kan ik ook niet tegen. Oké. Wanneer is de laatste keer dat u gegeten en gedronken heeft? Dat was gisteravond. Gisteravond. Iets om een uurtje of 9 voor het laatste. Ja. Dus, nou goed, nuchter. Oké, en niks meer gedronken? Nee. Okay. Ja, om een uurtje of 9:30, 10:00 uur, dus dat is pas dus. Prima. Oké. Een gebruik medicatie zie ik staan. Ja. Zo naar kijken. Dinsdag voor het laatst, dinsdagmiddag toch? Dinsdagmiddag voor het laatst, want toen was ik zo dit. Dus ik heb eventjes een oxaparam ingenomen. Okay. Van 10 milligram. Dus ik was eventjes op je zoek. Zoiets. Oké, helemaal goed. Activiteitsplan. Ja. Anamnese. Ga je even de contactpersoon met ze controleren? Dat is een aanstaande. Goed, met 06. Ja, dat klopt helemaal correct. Ja, dat ja. Goed. Ja. En dat is mijn moeder, die komt ook vanmiddag. 1,72 meter. Ja, klopt. 85. Ja. Geen huidafwijkingen of doorlichtplekken? Nee. Mag u eerst even de naam en de geboortedatum controleren? Dat is even werkje, 7881, klopt helemaal correct. Yes. Ik ben nu aan het ziekenhuis gekluisterd. Inderdaad. Ik ben er nu helemaal bij. Ja, dat is mooi. Kleine aanpassing. Ja, goed. Dat is mooi. Oké. Is uw gezondheidstoestand veranderd sinds de screening? Nee. Nuchter wassen. Ja. En dat gaan we zo doen. U bent geen diabetes. Nee. U hebt geen antistolling. Nee. Moet een toepassing. We hebben de operatie doorgenomen. Ja hoor. Juist, ze zeiden, het is niet van toepassing. Ja.
geen pacemaker. Nee. Dat is goed, dus gewoon maar drukken. Gaan we hem ook doen. Oké. Nou, nog even de controles voor u. Ja. Dat is mooi. Dat is hoog. Nou, hij mag er ook overheen. Oh, daar. Gaan we dat gewoon er lekker overheen. Hij slaapt nog. Ja. Ja. Yes, daar komt hij. Kan even een klemmetje te vinden. Liefst aan de hand. Oh. Ja. En de temperatuur. Opmeten. Dus yes. Ik heb toch nooit koorts. Nee, ik vind het niet zo. Ik doe het altijd voor de operatie, zodat we weten wat normaal is voor u. En voor de pols is 64%. Heeft de rust in ademhaling. En dan laten we nog even terug in terug. Die mag al vanaf. 65%, dat is netjes. Nee, dit is de saturatie, zuurstofgehalte in het bloed. De bloeddruk is 128 over 79. Oh, oké, dat is netjes. Ja, zeker. Nou, ik heb nu dan eigenlijk alles gedaan, alles doorgenomen met u. Mooi. Ik ga een beetje de dag uitleggen. Ja. Het is nou op. U mag zich zo meteen al omkleden. Ja, hier, oké. Okay, ja. Alles moet uit, onderbroek mag aanblijven voor mij. Tompjes moet inderdaad uit, ketting moet af, ja. Hebben contactlenzen? Nee, niks. Heeft aan die kant ook geen gehoorapparaat? Nee, ook niks. Verder geen verstopte sieraden of dergelijke. Nee. Alles in uw mond zit vast, ja. Kan niets los? Nee. Prima. Oké, moet u nog uitblassen? Nee. Nee? Oké, nou, helemaal goed. Mag u zich zo omkleden? Ja. Als u bent omgekleed, breng u zo meteen naar de verkoeler toe. U bent als eerste. Oké. Okay. Gaan ze u daar voorbereiden? En waar gaan mijn spullen heen? Spullen bergen we straks op en als ze dan op de afdeling ligt, worden ze naar u toe gebracht. Oké, okay. Ja. Dat is mooi. Mag hij gewoon filmen dat ik ook gewoon weg word en gereden tot aan de deuren? Ja, het is eigenlijk alleen... Ja, oké, okay, maar omdat, ja. Ik dus wel, omdat we dus vloggen, dus ik wil er wel een beetje vastleggen. Prima, dat is prima. Nou ja, verkoever gaan ze voor met u door. Uh-huh. Na de operatie gaat u terug naar de verkoever. Tot u goed wakker bent en de pijn onder controle is. En dan gaat u naar de afdeling. Dat is helemaal goed. Gaat naar de afdeling. Oranje. Ja, precies. Als u op de afdeling ligt en u bent geïnstalleerd en ze hebben de controles gedaan, bellen ze uw contactpersoon en dan kan u naar de afdeling toekomen. Okay. Het kan zo zijn dat de operateur nog even belt in de tussentijd, maar dat betekent niet per se... dat u al wakker bent. Dus, nee, precies. Ja, echt op de afdeling bellen ze nog een keer. En het, hoeft ook, het is ook niet altijd dat de operateur belt. Nee, dus, precies. Maar stel dat hij het doet, dan weet u dat. Niet te verder wat vertellen, denk ik. Volgens mij niet. Moet u verder nog vragen? Hoe gaat het straks thuis met poepen? Want omdat ik helemaal niet mag, best niks. Vraag. Krijg ik daar wat voor? Of... Dat doet de anesthesioloog straks allemaal voeren. Dus ja, die gaat daar vandaag over. Oké. Krijgen jullie ook nog te horen van hoeveel huid er weg wordt gehaald? Of moet dat ook daarom vragen? Dat kan de operateur vertellen. Soms staat het ook in het verslag, maar dat is niet altijd. Maar vaak loopt de operateur nog altijd langs naar de operaties. En daar kunt u dan alle vragen aan stellen. Ja, is goed. Ja, gaan we doen. Even. Ga ik eventjes, zo eventjes mijn tongpiercing eruit halen, als het lukt. Helemaal goed. Omdat het nog wel eens vast zit, maar als het zo is, dan roep ik wel even een kind. Oké, prima. Goed. Is goed, top. Nou, gaan we doen. Zo. Top. Hoi. Ook mijn volging weer. Kom maar wel. Kom maar wel. Misschien wel, misschien ook niet. Hij staat er lekker nuchter in, verschilt weer. Ja, nee. Tot nu toe. Ja, een topje is.
Dat is het eruit? Oké. Het is wel een heel raar gevoel dan zeker. Ja. Ik vind het beter staan. Maar jij hebt het helemaal niks. Nee. Ik vind het echt helemaal niks, nee. Dat is mooi. Wat wil je nog zeggen tegen de kijkers? Toi, toi, toi. Komt goed? Helemaal goed. Ja, hoor. Oh, oké. Nou, kus. Ja. Natuurlijk, kus. Wat denk jij dan? Ik weet niet. Nou, jij gaat zo meteen lekker. Ik ga het nog even schrijven en dan zie ik jullie later. Is goed. Ga de wielen filmen. Ja, is goed. Ga jij van de wielen filmen. Maar. Ja? Yep. Ja, thuis. Doei, doei. De tas labelen. Dag Vivi. Doei doei. Love you. Love you. Zo, ja hoor. Zeker. Moet je nog steeds zo. Ja, doe ik zelf. Ja. Ja, dat was het dan. Even kijken, zo is het licht beter. Ja. Beste kijkers. Het is nu 7:15. Als het volgens plan gaat, allemaal ligt Karin nu op de OK. Ze is als eerste aan de beurt. En over 2,5-3 uur is het 10:45 uiterlijk of zo. Iets. 10:45. Dan moeilijk. Dus 10:45 tot 10:45 ongeveer plus minus. Zou ze klaar moeten zijn met de operatie. Dan gaat ze naar de recoverkamer. En als ze daar een beetje is bijgekomen. En de pijn is acceptabel. Dan krijg ik een belletje. En dan neem ik jullie weer mee. Hoi allemaal. Het is nu 10:45. Dus Karin zou in principe uit de OK moeten zijn. Er is een pakketje binnengekomen. We gaan even kijken wat erin zit. Even kijken, even kijken. Wat is dat? Spannend, spannend, spannend. Even kijken. Oké. Kijk, het is een sluitband, Louise. Dat is dus een ding voor om je middel ter ondersteuning. Dat ga ik meenemen. Ik zal het in de tas doen. Deze tas, tas met spullen. Voor vanmiddag, voor Karin, weer op bezoek gaan. Ik verwacht nog een belletje tegen, over een uur of twee misschien. Dat ze uit elkaar is, uit de recover is. Dat ze weer een beetje bij is. Dat de pijn onder controle is. En dat ik naar naartoe kan gaan. Dus dan neem ik jullie weer mee. Goedemiddag. Hij was nog niet eens en begonnen, joh. Het is nu 3:15. Ja, kijk, het is nu 3:15 mensen.
Waar is de tijd? Daar. Ja. En de operatie is super gegaan. Ik voel me kippenlekker eigenlijk nog. Ja. En ik weet nog niet hoeveel kilo kwijt is, weg is gehaald, maar ik ben slank. Kijk, ik ben slank. Het is een beetje raar, want dit is eigenlijk normaal, dan zat hier gewoon nog huid, hè, mijn buik. Dus nou ook niet meer, dus dat is een beetje aan het flubberen. Is niet aan het flubberen. Slik. En daar zit mijn mannetje. Hier. Daar zit mijn BFF en mijn zus. Hallo. En daar is mijn lieve mams, die ook lekker aan het vloggen is. Hi. Dus, alles goed, mam? Ja, wat schat. En hoe is de reis gegaan? Hoe de reis is gegaan, dat wil ik niet weten. Vertel. Ik kom in de helder erin, zetten ze me al in het verkeerde gedeelte. Is leuk. Helemaal achterin. Is leuk. Mij voorin moeten zetten. Dus, kom er in Alkmaar uit. Dat was een reisje repje. Binnen de 2 minuten hadden ze mij naar de voorkant geheveld. En ik kwam in Amsterdam Sloterdijk. En daar kregen we weer te horen dat we vertraging hadden. Dus ja. Maar ik ben er. En ik moet nu ook nog weer een trein terugboeken. Straks, leuk. Ja. Ik zou die gele trein nemen. Niet die blauwe? Nee, de blauwe. Nee. Dus, en ik zit inderdaad lekker, wat jullie kunnen zien, op een eenpersoonskamer, ja. Praten, dat gaat nog niet helemaal lekker, dat is een beetje een splaakplek. Ik kom in de gaten, af en toe, maar dat maakt niet uit. Heerlijk rustig juist. Eindelijk eens even rust aan mijn oren. Oh, jij bent gemeen. Nou, dan ga ik deze uitdoen om hem zo meteen weer aan te doen, want hij moet van deze grote statief af. Ja, yeah, en dan ga ik ook zo meteen mijn mannetje even vragen of hij wil filmen, want ik wil dit een beetje wat laten zien. Is leuk. Maar eerst even rustig aan. 1, 2, 3. Zo, hallo beste mensen. Ja, ik laat even wat zien. Ik ga de buikband nou niet afdoen. Nee, dat ga ik dus nou niet doen. Kijk, ik heb dus hier al 2 drains zitten. En ik heb hier al dus mijn buikband zitten en die kan ik dus in principe afdoen, maar dat kan ik wel even doen. Wil je dat? Dat heb ik net ook al gedaan, dus ik weet wat ik doe. Ik lig nou toch op bed, dus dat moet ik in principe doen. Alleen als ik naar de wc ga, dan is het... Moet het ook af. Even adem. Nou, en hier zit dus mijn nieuwe navel. Nou, ziet er toch netjes uit. En dit is mijn wondjes. Tot helemaal daar. En aan de andere kant. Ziet er heel netjes uit. Dat dacht ik. Het is erger dan het lijkt erger dan het is. Ja. Ja, je moet echt... Je moet echt strak komen. En dat met dat toosje in de duim. Ja, ik heb hem. Top. Kijk, en dan stroomt hier dus het wondvocht door. Juist. Helemaal in het tasje. Ja. En dan heb ik het hier al dus allemaal in. Stroomt allemaal lekker door. Moet volgens mij iets van 20 milliliter voor... 24 uur daarin hebben. Oké. Dus dat is een milliliter per uur, zei Rauw al. Oké. Dus dat is hem. Oké. En nou goed, een lekker goed herstellen. Ja, dat komt wel goed, denk ik. Jawel. Toppie. Ja, nou dat was ik weer. Ja, het eten, drinken gaat super. Ik heb net al een lekker kippie van even mijn ventje daar gehad. Dankjewel, schat. Er is nog meer. Wat zei je nou? Alsjeblieft, er is nog meer. Oké, dat is mooi. Alleen voor mij. Als je wil. En ik heb vanavond nog lekker knabbeltjes. Oeh, lekker. En ik ga hem lekker de hele avond lekker pesten. Bellen de hele avond. Altijd toch?
en dan wil ik bellen om te zeggen dat ik thuis ben. En, ja hoor, gewoon bellen, want ik kan gewoon even of u erbij voegen of gewoon even Ro even in de wacht zetten. Dat is geen enkel punt hoor. Dus de arts is dus al geweest. Er is maar liefst, tromgeroffel, wie kan dat doen? 2,5 kilo kwijt. Joepie. Ja. Gaat goed. Dus nu even wachten op morgenochtend. Dus ik mag één nachtje kijken. En dan even kijken hoe het gaat. En met mijn drains. En als dat goed is, of ze worden er allebei gelijk uitgehaald. Of er wordt één eruit gehaald. Of ik ga met gewoon twee of één naar huis. Of met niks. Dus ja, deze vlogcamera gaat ook gewoon weer straks weer mee met meneer Yadoko daar. Yadoko is kwak kwak. Dus, en dan kan hij daar ook nog even vloggen. Dus, is leuk. Ja, is leuk, is grappig. Niet? Heeft het niet ingelezen? Hi, mams. Dag, lieverd. Hoe gaat-ie? Goed met mij. Ik ben super trots op jou. Vertel. Nou, ja, dat je het zo goed gedaan hebt, echt. Mooi, hè? Ja. Een slanke dochter. Ja, inderdaad, slanker dan de moeder. 2,5 kilo kwijt. Ja, doe je goed. Ja. En straks weer met de trein weer weg. Ja. Naar Frodo. Ja, een mooitje. En een ander twee poeterbeestjes. Dat bedoel ik. Komt wel goed. Ik ben, en ik ben niet dood hoor. Gelukkig niet. Dat zou niet erg zijn, hè? Want, waarom? Yes, waarom? Nou ja, je hebt toch een bruiloft voor in het verschiet? Ja, toch wel? Ja. En dat is mooi. Ja. Jij ook, of niet? Ze zeggen het. Dat is mooi. Nou, schat, en dan ga je met twee vrouwen trouwen. Daar zal Miepie 5 blij mee zijn. Oeh, dat is leuk om op Facebook te zetten. Met jou en krijgt mij er gratis bij. Ja, daarom. Oh, dan ben ik toch al vanaf. Hij krijgt er ook een foto erbij. Niet meer stork, want ik heb al iemand. Nee, ja, ik ga die wel even binnen. Ik ga die binnenkort wel even op en op Facebook zetten. We gaan mijn en mijn man die trouwt met en met twee vrouwen. inclusief mij. Maar ja, het is geen meisje, het weer. Ja, dat weet je toch? Ja. Ah joh. Joh, van mij komt het huis waar ik eentje weer op mijn kant. Weet je wat je kan doen? Je kan ook een foto van jezelf nemen dat je nog voor je operatie en een foto na je operatie. Hij trouwt met twee vrouwen. Ja. Ja, dan... Tegen één. En dan met drie, hè, eigenlijk dan, hè? Ja. Met haar erbij, scheelt weer. En dan ben je ook... Dingen dat ik kan uitleggen bij school, als dat gaat gebeuren. Hoezo niet? En dat is juist leuk. Ja, sorry. Ik heb een harem nu, dus ik kan niet meer komen. Hè? Ik heb een harem nu, dus ik kan niet meer komen. Nee, precies. We gaan wel werken. Lekker dan. Ja, maar dat is leuk. Hoe heet die gast? Nee, dat vind je vast van enig. Hoe heet die vent ook weer? Die hield er ook meer dan Anton Heijboer. Juist. Dan moeten we dat juist doen op en op de... En je wilt een receptie. Hé hey, schat, en waar is mijn andere schat? En waar is mijn man? En waar is mijn man, schat? Ja, die is boven. Oh. Je krijgt er dan ook een extra dochter bij, hè? Dat is leuk. Eigenlijk drie kinderen, maar er is maar eentje met wie ik nog contact heb. Ja, oké. Okay. Dan krijg ik ook nog een dochter erbij, mam. Kijk. En dan heeft u een kleinkind erbij. Ja. Oh, ja, ook dat nog. Ja, ik heb kleinkinderen erbij. Ja, dus ik heb een graaddochter, dus ik heb ook nog een graad kleinkinderen. Kleinkinderen. Nou ja, dat is top. Ja. Nou, jullie zien het zo. En een beetje ingezoomd zijn nu helemaal. Ja, joehoe. Moet ook niet.
Ja, ben ik helemaal uitgezoomd? Ja. Nou, jullie zien hoe het gaat. Gezelligheid. Ik heb geen tijd, toch? Nou, een hele goede avond, alle. Het is nu 7:45. Het is zo'n 15 minuten over tijd. Ja. Maar daar heb ik echt bout aan. Dus eigenlijk tot 7:30 bezoektijd. Kijk maar op en op het lijstje daar al. Dus eigenlijk vanaf die tijd. Bezoektijd. Van 16:30 tot 7:30. En het is maar eigenlijk 2 personen. Maar ja, dan zeg ik, het is 15 minuten over tijd, maar heb ik echt bout aan. Hij is tenminste lekker rustig, zat weer. Hij is tenminste lekker rustig. Ik was vanmiddag toch nog even iets te veel voor me, maar... Yo. Ik heb ze even gezien en daar gaat het om. Ik heb eventjes 1,5 uur eventjes mijn rust kunnen pakken. Ook dat scheelt weer. Want wat voor medisch... Daar heb ik mijn... wat daarin zit in dat bekertje... Die medicijn heb ik gehad. Okay. Dat je hier nog was. Kun je ook mooi opschrijven. Dat was om 1 uurtje of... Half vijf uur heb ik die gehad. Moet ik kijken voor je. Staat daar net niet op, niet. En als je nou gewoon gaat zoeken, even kijken. Naar, het is een soort van morfine, een tabletje. En dan LA 955, wacht even. Ik ga wel even zoeken voor hem. Maar het gaat redelijk. Het eten is er goed in gegaan. Ik heb niet gevlogd. Ik heb er wel een foto van gemaakt. Die heeft gelopen. Dus komt wel weer goed. Eerst even de nacht doorzien te komen. Dan hoop ik morgen naar huis. Yeah. Hallo allemaal. Het is inmiddels 10:45 s'avonds. Ik hoop dat jullie deze video leuk gevonden hebben. Interessant gevonden hebben. Waardevol gevonden hebben. Ik ben een beetje moe inmiddels. Het is een lange dag geweest. Karen ligt nog in het ziekenhuis. Ik hoop dat ze morgen weer een beetje is, aan de betere hand is, zodat ze thuis kan komen. En ik zou zeggen, laat een reactie achter op deze video. Abonneer op dit kanaal. Doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk, deze video leuk vond. En doe het belletje aan, dan blijf je op de hoogte. En vergeet niet te delen op social media. Ik zou zeggen, fijne avond.